Nog twee nachtjes slapen en dan is het zover. Het nieuwe parkeerbeleid in Zandvoort gaat in. Leeft het wethouder Martijn Hendrik slaaploze nachten op? Of slaapt hij als een roosje? Hij is live aangeschoven in de studio en vertelt hoe het met zijn nachtrust is gesteld. Goeie. Nou ja, middag is het nog. Martijn. Ja, goedemiddag. Fijn dat je er bent. Um, ja, mijn eerste vraag was toch echt: een zaterdag als ingangsdatum? Wat zijn de weersverwachtingen? Ja, volgens mij is het enig re enigszins regenachtig. Dus dat zou betekenen dat het uh, qua parkeer een wat rustige dag is. Um, en overigens gaan we natuurlijk niet kiezen voor de in ingangsdatum. wat nou qua weersomstandigheden het beste is. Dat is nu helemaal omdat het ooit. Maar het lijkt me wel fijn dat als het op een zaterdag is. dat je niet gelijk met uh, 28 graden wordt geconfronteerd. Voor een groot deel natuurlijk wel. Um, en, maar voor een groot deel is het. Stel dat het, het was een zaterdag geweest was met 30 graden zonnig. Uh, grote evenementen op het circuit, uh, vakantiedag in Duitsland, heel Zandvoort loopt vol. Ja, dat zijn van die dagen dat geen enkel parkeerbeleid uh, werkt. Uh, dus je moet denk ik ook niet naar, naar één of twee dagen kijken hoe het bevalt. Je moet dat iets breder uh, en iets langer uh, bekijken. Dus voelt dat het, het feit dat de 1 juli dit keer op een zaterdag is... en dat is de ingangsdatum, voelt niet als een vuurdoop? Eigenlijk is het zo van, ja, dat maakt voor de rest eigenlijk niet veel. Nee, problemen. het voelt niet als een vuurdoop wat dat betreft. Wat, ik wel, uh, wat we wel hebben geleerd is dat juli, zomerperiode, is wel een wat ongelukkig moment... om grote wijzigingen in te voeren. Want op een gegeven moment komt alles dan tegelijk. Ja. Krijg je dan de zomerdruk, dan krijg je tegelijk met vragen van bewoners... over hoe hun uh, aangepaste vergunningen werken. Merkte vorig jaar natuurlijk ook toen het nieuwe parkeerbeleid 1 juli inging. En daarom hebben we nu wel gezegd, we doen dit nu anderhalf jaar. Zodat het straks gewoon per kalenderjaar uh, loopt. Ja. ja dus dat, dat... dat is inderdaad de, de, in januari uh, Maar aan de, de andere kant vergunning. weet je wel, als je het nu invoert en het werkt... dan weet je wel dat het gelijk ook in de zomer goed, goed functioneert. Ja, zeker. Uh, wat zijn de grootste veranderingen tussen nu en vorig jaar? Nou eigenlijk, uh, uh, we hebben een aantal veranderingen doorgevoerd, maar als ik ze samenvat om, om, op twee uh, hoofdcategorieën zeg maar. Dan is, uh, wat we uit de evaluatie hebben gehaald, de grootste kritiekpunten. Dat is dat mensen te weinig bewegingsvrijheid uh, ervaarden. En dat het allemaal heel, heel erg ingewikkeld was, dat was, was een belangrijke. Dus wat we hebben gedaan is dat we gewoon het parkeren voor zandvoorts wat makkelijker maken. En in plaats van vier zones hebben we twee zones gemaakt. In plaats van dat je twee uur in de andere zone mag parkeren, is dat gewoon vier uur geworden. We hebben het voor bezoekers wat goedkoper gemaakt. Dus om gewoon voor die Zantwoorder zijn bewegingsvrijheid binnen Zantwoord te verbeteren, hebben we het gewoon wat makkelijker gemaakt. Daarnaast hebben we gemerkt bij de evaluatie dat veel Zandvoorters echt last hadden van heel veel toeristen die in de woonwijken parkeerden. Omdat natuurlijk 1 juli vorig jaar overal betaald parkeren is ingevoerd. En daarvoor hebben we veel nadrukkelijker dan in het verleden echt de prijsverschillen gemaakt tussen de woonwijken. En de goedkope parkeerterreinen, zodat toeristen nadrukkelijker dan nu uh, geweerd worden uit de woonhack. En, en uh, er is veel over gesproken, er is veel over gebrainstormd. Jullie wisten precies waar, waar de pijnlijke punten zaten. Daar hebben jullie aanpassingen gemaakt. Zou jij nu kunnen zeggen: dit parkeerbeleid staat als een huis? Nou ja, uh, je begon met heb, heb ik slapeloze nachten in, in de aankondiging. Kijk, je weet natuurlijk nooit of iets als een huis staat. En ik geloof ook niet dat als we. Nu na zaterdag, als alles goed gaat, dat we dan kunnen zeggen... Nou, het parkeerbeleid is nu af, we kunnen ja, eigenlijk stoppen met aanpassingen... en het is, alles, alle problemen zijn opgelost. Uh, bij parkeren, dat is echt zo'n onderwerp waar je het nooit iedereen naar de zin uh, kunt maken. En wat je wel kunt doen, is het langzaam stapje voor stapje steeds verder uh, verbeteren. We zetten nu 1 juli een grote stap, maar we zullen daarna ook... Ja, eigenlijk veel meer stappen moeten zetten. Want er zijn altijd nog verbeteringen mogelijk. En op het moment dat je inderdaad na een paar maanden. Hè, ik denk dat je altijd zoiets ja. moet laten inweken. En dan ga je nog eens evalueren. Hoe kijkt iedereen tegenaan. Is er dan een kans dat je op sommige punten opnieuw aanpassingen maakt? Ja, die kans lijkt me heel groot. Ja. En kijk je dan uh, hoe de, niet alleen hoe jullie als gemeenteraad daarnaar kijken, maar ook dus naar de bewoners? Dat je bijvoorbeeld een inspraak maken. Ja, exact zoals we dat natuurlijk de afgelopen periode hebben gedaan. We hebben een hele grote evaluatie gedaan. 2200 mensen hebben een enquête ingevuld. We hebben inloopbijeenkomsten gehad om echt bij iedereen op te halen. We hebben afgelopen 1 juli dat nieuwe parkeerbeleid ingevoerd. En hoe is dat nou in de praktijk uh, ervaren? Um, en dat is ook, denk ik, de manier waarop je dat moet doen. Want we hebben op basis van die opmerkingen van al die mensen hebben we nu uh, best wel ingrijpende uh, wijzigingen doorgevoerd. Uh, dus we zetten nu 1 juli een grote stap, maar dat is niet de laatste stap. Dus, dus er het blijft een, het blijft ook een continu uh, proces van verbeteren. En we hebben nu ook met gezegd, die enquêtes, wederom met die. Dus en we hebben nu ook hiervan gezegd: van nou, dit gaan we nou doen. En na anderhalf jaar evalueren we dat uh, nog een keer. Dus dat is weer een grote evaluatie. Maar ook tussendoor uh, zullen we altijd. Ja, als mensen vragen of opmerkingen hebben, zullen we altijd tussendoor moeten kijken wat we aan kunnen passen. Ik kan me voorstellen dat het voor Zandvoorters heel uh, fijn is om te beseffen of door te hebben dat er echt naar ze wordt geluisterd. En dat ze echt hierin worden betrokken. Ja. ja, maar dat was ook het doel wat we met deze evaluatie hadden. Dat we niet vanaf een bureau in het gemeentehuis en misschien een rapport van een expert een parkeerbeleid zouden maken. Wat volgens op papier echt de beste manier is. Uh, maar dat we echt gaan kijken, van nou, we hebben nou dit bedacht, maar hoe, waar loop je in de praktijk nou tegenaan? En daar, daar kwam echt verrassend eensgezind een aantal verbeterpunten uit, die we nu kunnen doorvoeren. Zoals dat gewoon echt wat makkelijker maken voor Zandvoort om overal te kunnen parkeren. En het nadrukkelijker uh, ja, verleiden van toeristen om in, op de goedkopere plekken aan de randen van Zandvoort uh, te staan. En uh, je zei die slapeloze nachten, heb je ze? En welk, over welke. Nou, punten? slapeloze nachten niet. Uh, maar ik ben wel heel benieuwd hoe het uh, gaat uitpakken. En welke punten uh, vind jij dan het spannendst? Um, nou, als je kijkt naar een van de grootste uh, kritiekpunten die mensen hadden: dat er echt te veel toeristen bij hun in de wijk uh, stonden. Uh, die hebben we geprobeerd aan te pakken door echt die tarieven in woonwijken echt heel duur dus te maken. Hè, dus nou, we gaan de eerste twee uur parkeren uh, is 4 euro per uur. En daarna wordt het 2 uur. Uh, de, de volgende uren worden zeg maar 7 euro uh, per uur. Dat maakt het heel duur om een dagje in een woonwijk te parkeren. Daarentegen hebben we gewoon goedkope parkeerplaatsen voor 15 euro uh, per dag. Dus je kunt, je kunt echt heel goedkoop een dagje naar het strand of naar, naar het dorp toe. Uh, maar ik ben heel benieuwd. Kijk, men, menselijk gedrag is lastig te voorspellen. Dus waar ik heel benieuwd naar ben, is hoe dat in de praktijk uh, uit zal gaan pakken. De en de dat weten we gewoon denken, niet zeker. We gaan toch naar Zandvoort. Ja. Nou, dan pakken we die 50 euro parkeerkosten er ook maar bij. Ja, en ik ga ervan uit dat mensen dat niet doen. Want waarom, waarom zou je 70 euro betalen voor iets wat ook voor 15 euro kan? Uh, en nog makkelijker kan, op een nog betere plek kan. Dus je, je zou wel gek zijn, maar goed, misschien. Uh, je weet het gewoon in het echt uh, niet. Ja, en, want jullie woordvoerder die had het over het succesvolle parkeerbeleid. Voelt het voor jou ook zo? Dit is een succesvol parkeerbeleid. Nou, als, als onze woordvoerder dat zegt, kan ik hem natuurlijk niet, <laughs> uh, niet, niet tegenspreken. Um, maar we weten het gewoon nog niet. Kijk, ik vind het traject tot nu toe vind ik succesvol. We hebben echt geluisterd naar wat de Zandvoorters dus aangaven. Zandvoorders hebben ook heel massaal uh, meegedacht. Uh, dus dat vind ik echt heel succesvol geweest. Het hele participatietraject uh, tot nu toe. Maar of het succesvol is, gaan we natuurlijk pas vanaf zaterdag en de maanden daarna uh, werken. Dat is dat spannend? Ja. ja? ja het was een, was een gesloten vraag, dus je kan ook gesloten ja, antwoorden nee, geven. Ik vind het ja, het mooi, is maar spannend. Maar want het is, zo, uh, je zei het ook direct, je hoeft ja. er niet eens over na te denken. Nee, maar dat is ook zo, want we hebben uh, best wel grof uh, gewijzigd. We hebben best wel grote aanpassingen gedaan. Uh, en dan is het natuurlijk altijd spannend hoe dat in de praktijk uh, uit gaat pakken. Ja. Nou ja, dat gaan we en nee, ik heb verwachting dat het gaat werken. Kijk, ik zei al, we hebben die tien uh, hele drukke dagen. Ja, daar helpt geen enkel beleid tegen, zeg maar plat gezegd. Tenzij we echt een paar duizend parkeerplaatsen toevoegen. Maar dat gaan we de komende paar maanden niet doen. Uh, maar daaromheen heb je natuurlijk die redelijk drukke dagen, maar niet topdrukte. Waarin we de afgelopen zomer zagen dat uh, parkeertrain in de zuid bijvoorbeeld nog niet vol stond. Maar de woonwijk daarnaast wel. Dus die spreiding is vorig jaar, afgelopen zomer niet uh, gelukt. En ik heb echt de hoop dat we in die redelijk drukke dagen de woonwijken echt meer kunnen, kunnen ontlasten. We, we hebben afgesproken dat we nu doen we een vooruitblik. En over een paar maanden kom je terug en dan gaan we ah, kijken ja. hoe, het, uh, hoe het was. En misschien ook ja. dat jij dan zelf als wethouder kan zeggen: Nou, wat mij opviel, was dit ging echt super goed. Ja. Hier misschien nog tweaks. Waarschijnlijk hebben jullie dan ook al vanuit de, uh, vanuit de bewoners zelf reacties. Ik ben ja. namelijk ook oprecht heel benieuwd. Want een goed punt van wat jij zei: Je weet uiteindelijk niet hoe mensen gaan handelen. En dat, dat is houden. ook wat, wat je eigenlijk afgelopen zomer zag. Toen was er namelijk ook een tariefverschil. Een dag parkeren op uit kostte 15 euro, een dag in de woonwijken kostte 30 euro. De verwachting toen was dat is voldoende om die spreiding te, te krijgen maar dat heeft duidelijk echt niet gewerkt afgelopen zomer want je zag dat die wat ik al zei die woonwijk stond eerder vol dan het parkeerterrein ernaast dus dat die, die die 15 euro verschil van vorig jaar was, was blijkbaar niet genoeg en nu is het verschil dan uiteindelijk een dag in de woonwijk parkeren kost nu uh, uh, 78 euro ja. en op een goedkoop parkeerterrein wat eigenlijk een betere plek is kost maar 15 euro dus de ik ben heel benieuwd. Ik ga ervan uit naar... dat, dat genoeg moet zijn. Ja ik, ja, ik kan me ook niet anders voorstellen. Maar precies wat je zei, je weet nooit hoe het nee. menselijk brein werkt. Um, dan iets anders. Uh, en ik had hiervoor net de... Oh, oh we zitten ah. lekker in het donker. Dat is ook de... leuk. <laughs> ah, nou, ja, <laughs> Gelukkig is de radio en GTV. Ik, ik, ik net zeggen, ik begin ook met asielbeleid en in een keer van alle lichtheid. Nou, dan weet je ook hoe de sfeer in uh, Zandvoort is. Um, uh, jullie, uh, uh, de ontwikkelingen wat betreft het geplande AZC in Zandvoort, daar is een... Uh, uh, een onverwachte wending ingekomen uh, dinsdagavond. Uh, ho hoe zit dat? Zag je dat aankomen dat mensen zeiden: We willen gewoon nu wachten? Dat verschillende partijen zeiden: We willen niet nu, nu al een besluit nemen, we willen wachten. Nou, kijk, we hadden uh, een paar maanden geleden uh, als college uh, de Raad een zienswijze gevraagd op het regioplan en een locatiekeuze uh, in Zandvoort. Dat was toen het overloopterrein bij PS Zuid. En daarvan heeft de Raad toen, bij de commissievergadering een paar maanden geleden, gezegd. Nou, uh, we willen eerst nog wat extra onderzoek. Dus de raad, vanuit de raad kwamen een aantal locatiesuggesties. Uh, en uh, ja, hoe, hoe ziet het nou uiteraard eruit? Want een van de dingen die de spreidingswet mogelijk maakt, is dat je uh, taakstellingen ook met gemeentes uit kunt ruilen. Dus uh, wellicht kunnen andere gemeentes een, een deel van de taakstelling uh, overnemen. En wat wilden andere gemeenten daarvoor terug. Dus de, de gemeenteraad vroeg een aantal dingen uit uh, te werken. Uh, dat hebben we gedaan de afgelopen par, uh, paar maanden. En daar hebben we de raad een brief over gestuurd. Uh, hoe wij die, 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 die nieuwe locaties, uh, zou ik maar zeggen. Uh, hoe die in het beoordelingsschema passen. En uh, hoe het proces van uitrol eruit ziet. En of dat nou aan te bevelen is uh, of niet. Um, daaruit hebben wij de conclusie getrokken dat we nog niet helemaal klaar zijn met die nieuwe locaties. Want als we dat willen ontwikkelen, moeten we daar gesprekken over voeren. Ja. Um, over de locaties. En over de uitrol hebben we eigenlijk geconcludeerd. Um, dat gaat dan bijna altijd ten koste van sociale woningen. En dat kunnen we eigenlijk in de Zandvoortse ja. woningmarkt niet aan. Laat dus we zo... adviseerden de Raad om wel binnen Zandvoort een locatie te kiezen. Om wel deel uit te blijven maken van de regionale samenwerking. Uh, maar de locatiekeuze nog uit te stellen. Ja. Maar... En de commissieleden afgelopen dinsdag uh, uh, hebben eigenlijk besloten om dat natuurlijk niet in de commissie te bespreken. Maar meteen in de Raad. Waarbij ook al een voorzet werd genomen. En dat vinden meerdere partijen in Zandvoort. Uh, om de spijdingswet af te wachten. En dus niet vooruitlopend daarop al wat wij als college eigenlijk voorstelden: om allerlei onderzoeken te doen. om te kijken hoe we dat gaan doen. Maar om echt die spreidingswet af te wachten. Denk jij dat uitstel, wachten op het Rijk, wachten tot de spreidingswet ook daadwerkelijk ingaat. gaat dat het verschil maken? Jerry Kramer had bijvoorbeeld over. er is geen draagvlak. Denk je dat als we nog langer wachten, dat we dan ineens wel draagvlak hebben binnen Zandvoort? Nee, nou, kijk, er dus, zal dus voor een. Uh... Laat, laat ik hem even andersom formuleren. Uh, Zandvoort is een redelijk dichtbebouwde gemeente. Um, we, we zijn compleet omringd eigenlijk door natuurgebieden. En binnen Zandvoort is eigenlijk elk stukje wat we hebben, is wel redelijk bebouwd. Dat maakt het heel lastig om een plek te zoeken voor, voor iets als voor 65 asielzoekers. Um, zonder dat iemand daar last van heeft. Dat kan eigenlijk niet. En je ziet ook in de locatie dat we locatieonderzoek wat we hebben gedaan, dat eigenlijk geen van die kansrijke locaties allemaal groene vakjes heeft. Er zitten er overal wel een oranje of een rood vakje bij met haak in ogen, die het ingewikkeld maken of moeilijk. Of, um, dat is gewoon zo. Dat is gewoon de, de moeilijkheid waarmee we te dealen hebben. Er, zal, er, er is in Zandvoort geen voor de hand liggende locatie... waar het makkelijk uh, geregeld kan worden. Um, het nadeel is dat uh, de spijningswet, die eraan komt... niet zegt, alle gemeenten waarin het makkelijk kan... moeten een locatie vinden. De spijningswet zegt heel simpel... Uh, elke regio, el, elke gemeente zal zijn deel van de taart uh, moeten, uh, moeten pakken. Wat ik schadelijk vind, is hoe lang het duurt... voordat we als gemeentes duidelijkheid hebben over die spreidingswet. Want hij is al een paar jaar geleden aangekondigd. Uh, en hij is er nog niet. Hoe hij eruit gaat zien, weten we niet. Er is van alle kanten kritiek op. De, de landelijke overheid blijft maar uh, discussiëren... zonder dat er duidelijkheid is, één van de twee kanten op. Dus ofwel komt er een Nou, dan, dan is duidelijk... dan moeten we iets, of we het nou willen of niet... Of hij komt niet, dan kunnen we kijken wat we op vrijwillige basis uh, kunnen regelen. Vind je, vind je dat Den Haag jullie als gemeente heel moeilijk maakt? Ja. En dat is eigenlijk het probleem wat je hier uh, ziet. Um, doordat we gewoon niet weten of die spreidingswet er komt. We, ja, we weten dat, er, dat men werkt aan een wet. Dus als regio-gemeente hebben we gezegd: van, nou, laten we daar niet op wachten, maar uh, voorbereidende stappen vastzetten. Uh, maar ik snap heel goed dat een gemeenteraad zegt: van, ja, wij moeten dit ook uitleggen aan onze achterban. Ja. Uh, Draagvlak is gewoon een probleem bij elke locatie waar je een AZC uh, neerzet. En er is gewoon nog steeds geen duidelijkheid vanuit Den Haag over uh, of die spreidingswet er komt, op wat voor manier en wanneer. Maar die, die draag, Om draagvlak te creëren bij een gemeente die daar niet positief tegenover staat, dat zal sowieso moeilijk zijn. Aan de andere kant, op het moment dat je, uh, dat je als gemeente geen keuze maakt, dan is het het COA wat die beslissing maakt... Dat lijkt, en dat zei ik ook tegen Jerry Kramer, dat lijkt me helemaal niet wenselijk. Nee, en dat is eigenlijk de reden dat we als regio hebben gezegd, uh, we willen dat, dat voor zijn. Dus we willen uh, nagaan denken over waar het zou kunnen. Um, ook een beetje vanuit, uh, je komt naar als, stel dat die spreidingswet zoals die nu ligt uh, er komt, dan gaat die op een zeker moment in en dan heb je daarna nog twee jaar de tijd om een locatie af te hebben. Dus bewijs van spreken, als de spreidingswet er is, twee jaar later uh, sta, staat de bus voor de deur met, uh, met, met de mensen en waar kunnen ze naar binnen. Dat, is een heel, dat lijkt heel lang, twee jaar. Maar dat is om te komen tot een locatie betrekkelijk kort. Want je wilt de buurt meenemen. Je wilt, uh, kijken waar, je wilt zorgvuldig kijken waar het kan. Uh, je wilt daar de buurt in meenemen. Je moet misschien nog bouwen. Je moet misschien nog iets regelen met vergunningen. Dan is twee jaar een hele korte tijd om dat op een zorgvuldige manier te doen. Dus daarom hebben we als regio-gemeente gemeente, gemeente uh, ja, voordat die wet er is, gaan we alvast die voorbereidende stappen zetten. Zodat als die wet er komt, we snel uh, kunnen schakelen. Op het moment dat jullie besluiten om te gaan wachten... dan distancier je je eigenlijk van de rest van de regio. Vind jij dat kwalijk? Of zonde, laat ik het zo zeggen? Nou ja... Dan sta je er in je eentje voor. Ik, ik geloof dat het beter is om het met een regio samen op te pakken. Um, aan de andere kant uh, moet je dat ook weer niet zwaarder maken dan het is. Want we hebben als regio wel ook gezegd... Nou, als regio we hebben we een taakstelling van 2100 en 8. Uh, en die hebben we ook weer naar rato verdeeld naar de gemeentes. Dus het feit dat Zandvoort... Uh, zijn eigen gang uh, zou gaan. Um, betekent niet dat, dat die andere regio gemeente. Onze 65 asielzoekers. Uh, zou moeten huisvesten. Dat betekent dat die taak zijn voor Zandvoort. Gewoon nog gelijk uh, zal blijven. Ja. Uh, dus de regio heeft er niet direct last van. Maar het is natuurlijk altijd beter om, om samen ja. te blijven werken. Um, um, uiteraard met Amsterdam. Of uiteraard met andere gemeenten. Uh, dat betekent dat. Uh, een andere gemeente. Dan de. Uh, asielzoekers opneemt, de vluchtelingen... Ah. en dan krijgen jullie statushouders. Bijvoorbeeld. Ja. Maar dat gaat dan ten koste van de woningen... die dan voor Zandvoorters beschikbaar zouden zijn. Lijkt me ook niet wenselijk. Nee, dat is eigenlijk wat we in het kort ook zeggen. We zien nu dat uh, afgelopen jaar hebben we... Uh... Maar er zijn wel een aantal partijen... die dat wel een goed idee vinden. Die echt aansturen op ja. die uitruil. Ja, en dat... Uh, ergens snap ik dat. Want ook... Uh, uh... Je spreidt het dan meer over heel Zandvoort. Hè? Hier en daar zijn dan sociale huurwoningen waar statushouders in komen. Dat heeft ook zeker gewoon voordelen. Dat zijn ook mensen die hier permanent blijven, die dus gewoon Zandvoorters worden en gewoon een deel uit gaan maken van onze samenleving. Dus ik snap ook wel uh, de, de sterke kanten daarvan. Aan de andere kant zie ik wel dat uh, afgelopen jaar hebben we in Zandvoort 8,5% van onze woningen toegewezen aan, van de socia vrijkomende sociale woningen toegewezen aan, uh, aan statushouders. De taakstelling loopt op, want de migratie leeft uh, toe. Dat betekent dat we, als die getallen gelijk blijven... dat we volgend jaar 16% van de vrijkomende sociale woningen... aan staatshouders toe gaan wijzen. Als je dat nog verder verhoogt, dan uh, wordt dat wel lastig uit te leggen. Want ondertussen staan zandvoorters die uh, op zoek zijn naar een sociale huurwoning... nu al negen jaar op een wachtlijst. Vind jij als wethouder uiteraard een goede optie? Nee, we het college adviseren om dat niet te doen omdat wat ik al zei, zandvoort staan nu negen jaar op een wachtlijst voor een sociale huurwoning. Kan alleen maar oplopen. Uh, als dat, we moeten alles doen om te voorkomen dat dat oploopt. Ja. En het, het feit dat je zegt we gaan wachten met een beslissing maken over de locatie. tot die spreidingswetten doorheen is. Vinden jullie dat als college, vind jij dat als wethouder een, een, een goed idee? Nou, wij, wij als college hebben iets anders geadviseerd. Namelijk uh, blijf deel van de regio en neem voorbereidende stappen gericht op een locatie. Uh, maar ik snap heel goed dat de gemeenteraad, ook omdat het Rijk gewoon niet duidelijk is. Tot nu toe weten we nog niet of die scheidingswet er komt en in wat voor, wat voor vorm. Dat de gemeenteraad zegt van ja, laten we dat maar afwachten en niet zoeken naar die 65. Ik snap ergens dat. Ja, ik snap eigenlijk. Snap ik die gedachtegang vanuit de gemeenteraad. Of de, de fracties die dat op die manier zien, snap ik wel. Maar je vindt het niet wenselijk. En ik snap ook dat zij ook als volksvertegenwoordigers mee moeten nemen. hoe de bevolking ergens over denkt. Ja. Um, ik vind alleen dat het, het college vindt nog steeds dat het belangrijk dat het beter is om voorbereid te zijn uh, voor het geval die wet er komt. Kan dit escaleren? Omdat we ook nu om... kunnen we tijd nemen om er relatief rustig over na te denken. Ja. Als we in die tijdsklem komen van die spijlingswet... dan moeten we heel gaaf uh, stappen gaan zetten. Ja. Kan dit zorgen voor een voor uh, escalatie is een groot woord, maar voor problematiek tussen het college en de raad als jullie er niet samen uitkomen? Uh, nee, want er is geen uh, Kwestie van examen uit moeten komen. Uiteindelijk neemt de Raad een besluit. En dat is ook de stap die we nu zetten. Ja. Want we hebben als regiogemeente hebben gewerkt aan een regioplan. Um, zou ik je het jammer vinden? Dat als leggen reithouder? we voor aan de gemeenteraad om een zienswijze te geven. En dan is het aan de gemeenteraad om te zeggen: ja, dit vinden wij een goed plan. Laten we voordat die wet voor er is, vast stappen zetten. Of dat de gemeenteraad zegt van nou, ja, die, die basisgedachte van het regioplan vinden wij eigenlijk niet zo verstandig. Wacht maar af tot we zeker ja. weten wat we moeten doen. Maar zou je dat jammer vinden? Nou. Um, ja, dat is een beetje een gewetensvraag. Kijk, ik, uh, ik heb eigenlijk niks toe te voegen aan wat ik net zei. Ik geloof dat het beter is om, om goed voorbereid te kunnen zijn. En de tijd, hè, uh, haast je als je tijd hebt, want als je dan geen tijd hebt, dan hoef je niet te haasten. Uh, ik geloof dat het goed is om, nu, nu we het in betrekkelijke rust kunnen en zorgvuldig, om dan die stappen te zetten. Uh, ja, als de raad anders beslist, dan uh, zullen we op een andere manier daarmee om moeten gaan. En als die wet er dan komt, dan hebben we dan... Uh, dan heel snel stappen te zitten. Dat... Dan is dat wat het is en dan ja. zou je daarmee ja. verder moeten. Nou ja, voordat, dat is, ligt dus nog even voor ons. Hè? Want dat, dat is ook een kwestie van afwachten hoe dat ontwikkelt. Er zijn twee grote, hele duidelijke onderwerpen binnen Zandvoort. Eh, parkeerbeleid gaat dus zaterdag in. Ik ben ontzettend benieuwd. Wanneer denk jij dat het het beste tijd is als ze je hier weer aanschrijft en uh, wij gaan uh, terugblikken? Wat denk jij? Augustus? Eind augustus? Ja, blijft me prima. Doen we het eind augustus. Ik ben echt ontzettend benieuwd. Heel erg bedankt voor je komst. Wethouder Bed, Martijn Hendricks van Zandvoort. Dankjewel.